Morning, het is vandaag donderdag. Wij zijn een beetje vroeg opgestaan. Maar we worden zo opgehaald door een privéchauffeur. En we waren nog wel eerst ontbijten in het hotel. Ja, dus dat, hè Nes? Ja. We zijn vandaag op excursie. Ik weet alleen niet eens waar naartoe. We zouden naar het zuiden gaan, maar ik weet niet wat daaronder valt. Ik heb nog een beetje lopen googelen. En volgens mij gaan we sowieso naar een strand en een tempel. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb gewoon even een fijn jurkje aangedaan, want ik heb hier een badpak onder. En ja, that's it. Niks bijzonders. En wij gaan nu lekker eten. Ik heb toch besloten om mijn haar vast te doen. Vind je het mooi zo, Nes? Ik vind het prachtig. Het is mooi zo. Ik heb het niet eens gezien. Mooi. Mooi? I love pineapple head. Dus let's go. Ik heb echt trek. Ik kan niet meer. Ja, ik heb echt honger nu. Hongertjes? Honger. In ieder geval, ik weet niet, ja, ik heb het al verteld, maar we gaan dus naar het zuiden. En ik heb lopen te googelen en daar heb je die Nusa. Hoe heet dat? Wie? Waarom? Ik ben wel eten. Ik ben zo niet goed in deze dingen. Ik ben echt blij dat ik... Nusa! Dat we een privéchauffeur hebben. Ik heb ook een grote Nusa. Ik kom bij het, jongens. Je hebt alles bij, toch? Oh, ik hou hiervan. Zo, ik ben rijst. Zo, en hoe? Trouwens, de broek van Nessie al gezien, die heeft hij hier gekocht. Hey, je kan zeggen wat je wil, maar het is echt compliek, hoor. Hij voelt zich Asian. Waar moeten we trouwens eten? Gewoon beneden. Aan de voorkant, ja, want morgen is het ontbijt bij een Riva restaurant. Wij zitten nu bij het restaurant van ons hotel. We gaan hier lekker even ontbijten. Ze hebben hier echt lekker ontbijt eigenlijk, Nessie. Het is allemaal warm, dus geen koud ontbijt. Ik hou wel van een warm ontbijt. Alleen gisteren was wel een beetje overdreven, want... Ik ging ontbijten met Nassie. Daar gaan we ergens op. Ja, maar ja, ga ik vandaag niet doen. Het is echt handig, man, dat ik mijn haar vast heb gedaan. Ja. Ik ben er echt blij mee, want toen moest ik heel sukkelen met mijn haar. Gisteren had ik ook nog heel dag extensions in. Maar ik heb mezelf... Heb je vandaag niet gedaan? Nee. Ik zeg toch, voor jou? Ja, maar het is niet. Je gaat ook meer recht, lelijk. Ja. Ja. Het is niet per se super lelijk, maar het is gewoon meer als een beetje lelijk. Als ik in je haar wil zetten, is het gewoon kut. Ja, dat is wel zo. Maar ja, goed, ik heb mezelf beloofd dat ik deze vakantie gewoon elke dag er goed uit ga zien. Want ik wil gewoon mooie foto's ook. En normaal gesproken zie ik de helft van de vakantie gewoon echt als een skooi eruit. Het heeft vanochtend trouwens echt super hard geregend. How are you? Thank you. I'm good, thank you. How are you? We beginnen met een lekkere cappuccino. Ik heb een hartje. Ik vind jou zo mooi, maar ze houden wel meer van jou dan van mij. Ja, sowieso. Omvallen. Het was best wel lekker. Ja toch? Ja, echt lekker, lekker fris man. Zie je gekke draken. Eronder, ja, dat zijn drakeneieren. Oh, lekker man. Ik vind het echt lekker. Je gelooft ook alles. Dus wat een ontbijt. Ik heb een Scandinavisch ontbijt met zalm en eieren. En aardappel iets eronder, aardappelbodempje. We hebben eieren met brood, lekker fruit. En Nessie heeft een Aziatisch ontbijt. Met vis en Nessie? Ja, vis en rijst. En een soepje. Deze ging zo schattig open net, hè? Ja, fuck hem met die. Hij vloekt op in zo. Oh. Dat is heel raar. Echt cute. Eet smakelijk. Wij zijn net opgehaald door onze chauffeur. Wij gaan vandaag naar het zuiden. En ik heb even gevraagd waar we precies naartoe gaan. Maar wij gaan naar Nusa Dua. Dus wij gaan naar het strand. En daar kan je duiken. Dus doe allemaal alsjeblieft Dua voor mijn Nusa. Dat die kleiner wordt. Nou, wij gaan lekker... wij gaan niet duiken. We zijn daar niet van. Ik ga wel misschien duiken. Nee, jij wou die ene. Ja, maar dat is toch duiken? Dat is niet duiken. Ja, maar je duikt. Ja. Daar gaan we eens naartoe en daarna gaan we naar de tempel. Ken je dat mee? I'm vlogging. Ah. daarna gaan we naar de tempel en daarna, wat zei hij ook weer? Oh ja, naar die dans. Ja. Ik Een beetje kijken naar mensen die dansen. Wat was het nou? Hij zei dat het... Het is een hindoeïstische dans. Ja, fire dance. Ja, fire dance. Ik ben wel benieuwd, man. Ja. Is dat van de Romeo en Julia verhaal van Bali of zo? Ja, dat zei hij net. Dus daar hebben we echt zin in. Dan krijg je hier ook echt een lekker koud flesje water. Auto is echt super chill. Is echt een aanrader. En die gozer is ook echt super aardig. Ja, hij is echt super aardig. Jongens, wij rijden dus over een brug. Dat is Nusa Dua. Oh, is dat daar? Ja. Oké. En de brug waar we nu over rijden is 7 à 8 kilometer lang gewoon. Doe nog wel even dat je hier voorbij bent hoor. Wij zijn aangekomen in Nusa Dua. Ik ga even kijken nu naar de activiteiten. Dus wij gaan paracelen. Nessie gaat flyboarden. En wij gaan ook nog dit doen. Ik ben hier heel bang voor. Maar ik wil absoluut niet duiken. Dus dit is echt een tussenoptie voor mij. Ik ben echt benieuwd. En dan kan je die visjes dus zo voeren. Nou,
Nou, jongens, we zien er echt heel leuk uit. Dit is hier zo lekker fris. Wow. We gaan eerst met de speedboot ergens heen en daarna gaan we onder water. Oei, jongens, eng. Guys, jullie gaan ons uitlachen. Ik ben even onder water geweest en toen ben ik heel paniekerig naar boven gekomen. Niet alleen jij. Ik wil niet. Dus we kappen dit af en we gaan weer terug. Hé, hey, Vadim, top. Leuke vlog van je. Maar wij gaan het niet doen. Oh, we gaan gewoon paraselen, jongens. Op naar avontuur 2 normaal, hè. Ik hoop dat dat wel lukt. Ja, paraselen is op zich wel leuk. Ja, ik vind het lijkt me echt leuk gewoon. Ja, toch? Wij zijn nu net klaar met de activiteiten. Het was super leuk. Alleen ja, dat onderwatergedoe, dat beviel mij gewoon niet. Ik kreeg echt een paniekaanval toen ik naar beneden ging. En ja, het is gewoon niks voor mij. Weet je wel, die helm alleen al, die is echt zwaar. En ze zeggen wel, onder water voel je niet dat die echt zwaar is, maar het was gewoon echt niks voor mij. En dus dat ga ik het ook niet doen. Ik kom echt met heel veel paniek naar boven en je bent dan best wel zwaar, want je hebt ook zo'n gordel om, zeg maar, met allemaal gewichten. Ik dacht, nee, niet doen. Weet je, het is, kijk, om heel eerlijk te zijn, ja. Ik voelde me zeg maar ook niet echt op mijn gemak toen, toen ik jou zag. Snap je? Dat ik zo paniekerig ja, werd. Ja, ik vind dat niet fijn, man. Ja. Ik denk als ik met iemand was die misschien echt een beetje, je toch, zei van, hey, kom op, we gaan... Maar naar daarom jou. Deed je het niet, hè, dat door was mij. Nee, kijk, ik wil niet zeggen dat ik niet durfde, maar ik durfde niet echt. Nee. Hij wel gewoon niet. Wat hebben we daarna? Wat hebben we daarna gedaan? Paraceling, dat was echt top. Nee, die vond ik ook een beetje eng. Ik vond het echt niet eng. Alleen dat soms... is zo stoer. Ja, maar ik vind ik heb geen hoogtevrees of zo. Ik heb meer dat ik denk van. Omdat je zo klein bent. Ik ben meer claustrofobisch, zeg maar. Daarna heeft Nessie flyboarding. Flyboarding, dat was echt cool om te zien. Ik heb hem gefilmd. Ik zat op de jetski en hij op de flyboard, ik weet niet hoe het heet. Het zag er echt gaaf uit. En hij had op een gegeven moment had hij het wel onder de knie. En in het begin ging het nog een beetje. Dat was een gekke punchline die je gooide. Flyboarding onder de knie, snap je? Want die ding is onder mijn knie. I know. Oh. En daarna mochten we nog één activiteit uitkiezen, want wij dus die... Hij zei tegen mij, my friend, we cannot give money back. Dus je moet zeg maar iets kiezen. Ik denk, ja. Oké, laat me die anders. En ik dacht van, al die activiteiten wil ik niet, want het was ja, die bananenboot had je dan en dit en dat. Dat vind ik niet zo boeiend. Toen heeft hij gewoon gejetskied en toen heb ik lekker gechillen met colaatje. Maar ja, nu gaan wij naar het strand en nu gaan wij echt chillen. Ik heb wel zin om te lunchen, want ik heb echt honger. Nou, hey, dus de eerste BMW die ik hier zie. Ik heb die wel vaker gezien. Nee, hier heb je echt heel veel Suzuki. Ja, Suzuki. Suzuki. Jongens, we zijn aangekomen bij het strand. Wauw. Het is echt mooi, man. Zo. Jongens, de golven hier zijn zo verschrikkelijk erg. Ik wou niet nat worden, maar ik ben het wel. En net heb ik net een burger gekregen. En ik ben nu aan het wachten op mijn gerecht. Ik heb vis besteld, een bruschetta besteld en falafel. En ik zal nu één keer laten zien onze huis. Het is echt gruwelijk hier. Woe! En mijn voeten zijn zo erg opgezond, anders kom ik zo voorbij. Ik zie gamba's, witvis. Ik ben benieuwd. Het ziet er echt lekker uit. Met aardappeltjes en lekkere salade. Top. Ah jongens, wij zijn klaar met zwemmen en alle activiteiten vandaag. En wij zijn nu bij een spa, want we zijn er echt aan toe. Mijn voeten zijn nu nog 2 keer zo dik geworden als het begin van mijn dag. Dus ik ga een voetmassage nemen. En Nessie neemt gewoon een massage. We zitten nu bij een spa. Het ziet er echt super mooi uit. En het ruikt ook echt heel erg lekker. En dit zijn mijn voeten nu. Nog zand van het strand, maar ik kan echt niet meer. Ik heb echt heel veel pijn. Oké, ik ben net klaar met mijn massage. En Nes heeft hier de massage gehad en is nu aan het douchen. Oh, dat is zo lekker, hè, Nes? Heerlijk. Oh, ja. Versta je me niet? Nee.
bij zijn toen we naar het hotel kwamen. In slaap gevallen. Het is fucking 2:30 in de nacht. Dus we hebben niet eens avond gegeten. En we zijn zo in slaap gevallen. Ik was echt heel erg moe. En ja, that's it. Volgens mij zijn we allebei een beetje verbrand als ik zo kijk. Kijk jou, hè? Oh my god. Erg. Nou ja, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En ik zie je morgen weer. Doei.